Begin april is het begin van het duikseizoen, dus ook voor de Lommelse duikers van de duikclub Aquaholica. Zij deden op paasmaandag een traditionele paasduik hier in het Zilvermeer. Broedrooster Productions ging voor u een kijkje nemen en we vroegen ook een woordje uit. Richard, Lommel heeft een duikclub. Vertel daar eens wat over. Ja, we zijn divingclub Aquaholica in Lommel. We bestaan nu een jaar of 4. En dat zijn eigenlijk allemaal mensen in de buurt van Lommel die samen in een club zitten om wat gezelligheid samen te gaan duiken in Zeeland, in Lommel, in omstreken, etc. Dus. Telt die club veel in? Onze club, wij zijn geen commerciële club. Wij tellen momenteel een 30-tal leden. En we willen dat rond de aantal houden, zodat we niet te groot worden. Go. Duikt er eigenlijk? Is dat een dure sport? Met andere woorden, is het alleen voor een bepaalde eliteklasse voorbouw of kan eigenlijk iedereen gaan duiken? Als je vroeger keek, dan was het een dure sport. Omdat toen waren er ook niet veel mensen. Het materiaal was ook duur. Maar eigenlijk het materiaal is de laatste tijd goedkoper aan het worden. En als je nu bijvoorbeeld bij ons in de club kijkt, wij stellen ook het materiaal ter beschikking van mensen die pas beginnen. Dus dan kan je het goedkoop houden. Maar bijvoorbeeld materiaal aankopen, als ik een cijfer zeg. Volledig nieuwe uitrusting rond de 70.000 frank. Maar je moet dat kijken, dat heb je voor 15 tot 20 jaar. Dus je moet dat eigenlijk, dan kan je dat op lange termijn, is dat niet duur. Dus je maakt het eigenlijk zo duur als dat je zelf wilt. Hè. Ik bedoel, je hebt heel duur materiaal, je hebt goedkope materiaal. Maar om te zeggen van niemand kan het. Het is alleen voor de rijken, dat is niet weggelegd, is niet waar. Dus ook voor de gewone Jan Modaal is het ook toegankelijk, zeker. Duikopleiding, hoe ziet die eruit? Wel, wij ontvangen de mensen meestal in het clublokaal bij ons, waar ze de theoretische lessen krijgen, gedurende 5 zaterdagavonden. Na die theoretische lessen, op diezelfde avonden, dan gaan we ook in het stedelijk zwembad. Een uur krijgen ze dan les in het zwembad. Daarna wordt onderling afgesproken met die mensen om samen met een instructeur buitenwaterduiken te gaan maken. En na 5 duiken ongeveer, dan worden zij internationaal gepresenteerd. Duik is een heel veilige sport. Dat klinkt misschien bij de mensen niet zo bekend in de oren. Maar het is statistisch bewezen, wij zijn een van de sporten waar het minst aantal ongelukken mee gebeurt. Het is natuurlijk wel zo, als er iets mee gebeurt, is het meestal wel serieus. Ja. Dat klopt. Maar als je je aan de regels houdt, zoals wij die vertellen, dan is het bijna onmogelijk dat er iets gebeurt. Dus wat dat betreft zijn we toch wel. We weten waar we mee bezig zijn en dat is eigenlijk wel belangrijk.